jullie nog niet heb gezegd, is dat binnenkort, het gaat nog even duren, geeft een heel ander effect. Zie je, dan komt hij een beetje uit de schulden redelijk. Hallo allemaal, super leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ik zit ondertussen even lekker een broodje te eten. En dat, dat ik ondertussen aan het editen ben. Jawel. En terwijl ik gisteren hartstikke leuke beelden maak van een prachtige zonsondergang. Ja, echt waar, van een prachtige zonsondergang is het op dit moment, dames en heren. Jullie gaan het nooit geloven. Keihard aan het regenen. Gadverdamme. Daarom zeg ik, de zomer kan alle kanten op in Nederland. Het is nooit gewoon dat het echt gewoon perfect weer is. Gewoon weer regen, jeetje. Ja hoor mensen, en dan zul je net zien, dan is het... De hele tijd lig ik op de bank even te slapen en dan is er zo, verdwijnt de regen gewoon ineens. Het is nog steeds geen mooi weer, maar hè, het is een beetje Nederland. De ene keer is het echt prachtig weer en de andere keer dan is het gewoon alsof het bij de herfst is. Zoals nu bijvoorbeeld, weet je, als je nu buiten gaat kijken, ja dan... Precies wat ik zeg, dan heb je echt een beetje het gevoel alsof je in de herfst zit. Maar het is nog steeds gewoon zomer. Althans, nog wel. Binnenkort hebben we zo echt een, denk in de volgende vlog, hebben we ook echt wel iets met een zomerevenement gaan in de vlog. Dus wees erbij, wat superleuk. En dames en heren, wat ik jullie nog niet heb gezegd, is dat binnenkort, het gaat nog even duren, maar de kwaliteit van de vlog is nu al verbeterd. Dat weten we natuurlijk allemaal. Alleen, straks dan is het zo dat de kwaliteit... van de vlogs overgaat, ga ik over naar 4K. Ofwel, ik ga filmen in 4K. En dat wordt dan voortaan gewoon... ja, de nieuwe vlog. Kwaliteit, gewoon 4K. Ik heb jarenlang natuurlijk gewoon gefilmd in 1080p50. En nu kwam ik erachter dat, hè, nu ik een goede camera heb... moet ik ook maar eens eventjes eindelijk een beetje gaan filmen in 4K. Het enige wat ik daarvoor nog moet fixen is heel simpel. Een ander SD-kaartje. Want ik heb nu een ultra SD-kaartje volgens mij van 64 gig. En er moet eentje zijn van... extreem. Dus die nog hogere, snellere schrijfdingen heeft. Op het moment dat ik een opname doe, zoals nu, en ik druk de opname maar op stop, dat hij dan nog sneller het kan schrijven. Want 4K is natuurlijk nogal even een tikkeltje groter dan 1080p50. De vlogs zullen nog wel gewoon in 1080p50 geüpload worden. Maar het 4K, uiteindelijk, ik film het wel gewoon in 4K, alleen het wordt geüpload in 1080p50. Nu film ik in 1080p50 en straks film ik het dus in 4K. Dus dan zal de kwaliteit zal ook echt mega anders zijn. Dan is het echt bizar. Maar dan weet u in ieder geval wel dat er een verandering aan zit te komen. Dat zat er al veel langer aan te komen. Maar ja, ik ben dus nu bezig binnenkort met een SD-kaartje. Waardoor gewoon, ja, het gewoon sikke kwaliteit wordt. Ik bedoel, de vlogs gaan erop vooruit. En het is ook gewoon super fijn om naar te kijken. Ik bedoel, ik heb natuurlijk nog een GoPro. Mee kan 4K film. Dus wat dat betreft, we gaan echt alleen maar op vooruit, dames en heren. Het wordt alleen maar beter. Alleen maar beter. Ja, en alleen maar beter kan ik helaas niet zeggen van mijn haar. Want mijn haar die ziet op dit moment echt gewoon niet uit. Het is echt vreselijk. Het scheelt dat ik de volgende dag ga... of binnenkort komt de kapster hier. Dus dan wordt mijn haar ook gek geknipt. Maar dit ziet er natuurlijk niet uit. Gadverdamme. Ja, weet je, mijn vriendin zegt ook van... je moet echt gaan knippen, want dit ziet er gewoon niet meer uit. Maar het komt goed, het komt goed. Don't worry. Binnenkort heb ik weer stralende haartjes op. Ja, en dames en heren, wat ik ook nog steeds zo super leuk vind... is gewoon dit ding. Ik bedoel... oh, het begint wel te druppelen, zie ik. Ik wou net een compliment maken over het paddenstoeltje, maar het begint wel een beetje te druppelen. Zal ik hem toch heel even uitzetten? Ik weet niet of je het kunt zien, maar... zie je? Oh, dat zie je wel. Voor de rest is het een heel mooi ding, een heel cool ding. Oh, dit is een vet effect zo. Jeetje. Maar ik ga hem wel even uitzetten, want... oh, dat gaat wel heel hard. Ja, jullie kunnen al zien en merken dat ik nog gewoon echt gewoon even moet uitvinden. Ik zet hem even uit, want hij is de hele tijd... weet niet. Lampje laat ik aan en dan gewoon dat geblaas. Maar voor de rest gaat hij even uit. Zal maar als je nieuw spul hebt, moet je het allemaal nog een beetje ontdekken. Dat weet denk ik jullie heel veel vanaf. Goed, dit is ook schattig, hè. Kijk. Jullie weten natuurlijk dat ik een beetje van de zee en de oceaan ben. Dat is geen geheim meer. Maar kijk wat hier op de wc hangen. Deze is zo leuk. Dit is van Natuki. Lekker 3D. Het is heel spacend. Als je naar beneden kijkt, als je de camera zo naar beneden richt, geeft een heel ander effect. Zie je, dan komt hij een beetje uit het schilderijleven al. Net wat ik zeg, het is een beetje een 3D effect. Oh, is het ook, hoor ik. Is het ook. En buiten dat, ja, schrik niet. Ik heb het jullie nog niet laten zien, maar... kijk dan. Onze oceaan. Maar zoals jullie zien, allemaal dolfijnenwieltjes. En hier beneden ook. Allemaal dolfijnenwieltjes. En daar ook. Allemaal dolfijnenwieltjes. En die kan er maar één van zijn. Toekie. Het enige nadeel was wel dat de kapster die zou komen in deze vlog... die is er niet. En die heeft het weer afgezegd. Want... ja, die komt niet. Dat is nog even afwachten. Dat is nog wel een leuk dingetje. Nou, eigenlijk niet. Maar die komt gewoon letterlijk niet. Daar moet ik een nieuwe afspraak van maken. Dus
Verdik me. Ja, en de volgende vlog gaan we naar een festival toe. Dus dan hoop ik wel een beetje dat die nog misschien gefixt kan worden. Maar dat zal even afhangen van de kapster. Want dit is natuurlijk gewoon echt... Nog even doorzetten en ik kan een staartje maken. Wat hoor je allemaal? Elmo. Elmo. Nee, ik eet ook voor de zon in, hè. Zo, dames en heren, wat is weer voor vandaag? De vlog voor vandaag. Het is misschien weer ietsjes korter vlog dan normaal. Maar dat heeft ook te maken met, het is gewoon druk geweest en... Het edit kost natuurlijk veel tijd. En ik had me even gesneden. Ik was even een beetje bezig in de keuken. Oh. In volgende vlog gaan we naar een festival, superleuk. En dan, tenminste, dat denk ik dat superleuk wordt gaan zien. Voor in ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet dat blauwduimpje omhoog doen. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Je weet niet dat het nog niet had gedaan. Zie ik je bij de volgende vlog gewoon weer hier op Itty. En dan zeg ik zoals altijd. En ook vandaag blijf positief. Met een mooie weer sluiten we af. En natuurlijk.